Mijn zoontje wordt morgen 12 jaar en ik pak een zeer mijn gek wat voor een cadeau ik nou voor hem moet kopen. Op zijn verlanglijstje staat Stratego, maar ja, dat spel vind ik zo achterhaald. Je hebt namelijk al lang bommen die wel kunnen lopen. Dat valt om de dode dood niet mee hoor. En ja, ik ben ook eigenlijk helemaal niet bij met mijn gedachten. Dat komt omdat het thuis allemaal niet zo jovel meer gaat. Nee joh, het is een beetje op tussen ons twee. Het enige lichtpuntje in het huwelijk, dat is nog de tv. We willen ook allebei gaan scheiden, maar dat kan nog even niet, want we willen geven beide de kinderen. En ik zei toen de tijd al, luister nou lieve schat, laten we in godsnaam alleen een hond nemen in plaats van kinderen. Ik heb liever dat mijn meubels naar de kloten gaan, dan mijn verdere hele leven. Dus ik dacht, ik ga er even tussenuit, even weg thuis, even een andere omgeving. En dan kijk ik meteen voor een cadeautje voor die kleine jongen. Maar ja, ik ben inmiddels al 15 winkels in en uit geweest en ik heb nog niks gevonden. En al dat gestres nog thuis. En trouwens, het is nog bloedje link ook, hè, al die stress. Wij denken nou wel dat het grootste gevaar op de hele wereld schuilt in oorlogen, rampen en linkerziektes. Maar neem van mij aan, de grootste killer is stress, hè. En weet je trouwens dat het al op zeer jonge leeftijd begint, hè. Kijk nou eens naar een kind die in een bukkie zit op straat. De kind zit gewoon op de hoogte van al die uitlaatpijpen. Als je dit zit, hè, je komt en zegt, ah, koenie, wat heeft dat kind toch een mooie grote ogen. Je zo de niet erom. Het kind heeft gewoon zulke pupillen van al die CO2-uitstoot die ze ongewild zit op te snuiven. Vind je het gek dat al die kinderen lopen te stuiteren tegenwoordig? Heb je trouwens wel eens een moeder met een kind in een bukje over zien steken? Wat gaat er dan als eerste de weg op? Ik heb tenminste nog nooit een moeder met een bukje zo achter tevoren over zien steken hoor. Ze gebruiken dat kind gewoon om te kijken als proefkonijn of het veilig is om over te steken. Wat eigenlijk gewoon betekent, kijk uit mama, vrachtwagen. Nee, en wat denk je dan van het voorlezen wat die kleintjes gaan slapen? Hè? Roodkapje en de boze wolf, dat vertellen wij gewoon aan die kleintjes. Hè? Hoe die grote moeder wordt opgevreten. En dan heb je ook nog Klaas Vaak. Klaas Vaak, wie is die imbeziel? Mijn vader en moeder zeiden altijd, Freddy, het is tijd om naar bed te gaan, want Klaas Vaak komt zo. Zeg Klaas Vaak? Ja, Klaas Vaak die komt zo en die strooit zand in je oogjes en dan ga je lekker slapen. Luister nou eens, zou één van jullie kunnen slapen met het idee dat er 's nachts een gestoorde gek sneaky door het huis sluipt met zo'n zak zand op zijn rug en die je twee volle handen zand in je ogen flikkert als die je te pakken krijgt? Klaas Vaak, ik lag stijf van de stress in bed. Ik pieste van angst heel mijn bed onder. Ja, en dan kwam mijn moeder, hè. Dan zei ze, Freddy, wat heb je nou weer gedaan? Waarom plas jij nog in je bed? Heel je bed is zei ik nat. Ik leg daar straks een knoop in, hè. Dan zei ik, ja, maar mama, u vertelde toch over de boze wolf en Roodkapje. Dan zei ze, jongen, wat ben je toch vreselijk dom. Dat soort dingen bestaan toch helemaal niet? Dat vertelde mama alleen maar, zodat jij wat had om over na te denken voordat je gaat slapen. En nou ga je dus echt slapen, hè. Mama trekt je een schone pyjama aan, maak je bed lekker schoon. Want als je nou niet gaat slapen, dan belt mama die grote, griezelige, enge meneer die elke zondagochtend bij ons zijn voet tussen de deur houdt en die alle kleine bimbeltjes opeet. Ik denk, nee mama, geen Jehovah van getuigen. Ik ben als peuter een keer zo verschrikkelijk bang geweest dat ik zelfs 's nachts naar de slaapkamer van mijn vader en moeder ben gerend. Maar ja, die lagen nog niet in bed, want die zaten nog voor de tv in de huiskamer. Ik ben toen met knikkende knieën maar weer teruggegaan naar mijn eigen bed. Maar ja, toen ik zag dat ik daar zelf ook niet in lag, werd ik pas helemaal gek van angst. Maar ja, allemaal leuk en aardig, ik heb nog steeds geen cadeau, dus ik ga me weer heel snel opzoeken. Want voordat je het weet is de kleine jongen dadelijk zo oud dat de kaarsjes duurder zijn dan de taart.